De Surinaamse bankiersvereniging heeft een nieuw bestuur met als voorzitter Steven Coutinho. Het nieuwe bestuur is op 7 juni bij acclamatie gekozen. De leden hebben de uitredende voorzitter Eblen Franchi op de ALV bedankt voor zijn bijdrage. Volgens Coutinho zal in de komende weken het bestuur kijken naar aanvulling van het beleid dat in voorgaande jaren is uitgezet. Belangrijk is dat we midden in de samenleving staan. Dat wij als sector de onderlinge samenwerking kunnen blijven garanderen, altijd ten voordele van de klant. Tegelijkertijd staan we er om de integriteit en veiligheid van de sector te garanderen. Aldus voorzitter Coutinho. Het nieuwe bestuur bestaat verder uit Keith Johnson, Percy Kleene en Rafik Seurajpandey.